graag vandaag een beetje met jou verder praat oor verwerping. Kijk, daar is verschillende type verhoudingen wat een mens makkelijk verwerp kan laat voel. En ek wil graag met jou aan die hand van koning Davidse leven hier die type verhoudingen uitbeeld. Hij kon makkelijk verwerp gevoel het na gelang van wat mensen aan hem gedoen het. Nou, die eerste persoon is koning Saul. Koning Saul beeld voor ons een voorwaardelijke verhouding uit. Hij was tevreden met David zolang hij ondergeskik aan hem was en zolang hij die veldslag gewen het. Met andere woorden, zijn verhouding was voorwaardelijk. Net zoals ons ook mense in ons leven het, wat ons net aanvaar en net bij ons staan, zolang ons doen wat hulle van ons verwag. Zolang ons aan hulle ondergeskik is. Maar die oomblik wat jy nie meer in hulle hand speel nie, snij hulle jou uit hulle levens uit. Saul het nie net David uitgesluit uit sy leven uit nie. Nee, hy het hom ook probeer doodmaak. Saul gooi een spies na David wat hom net mis en langs sy kop die muur inpie. Hoe vreed. David, sy vrou, die dochter van Saul, Mikal, beeld nou weer een emotionele verhouding uit. Ja, sy was lief vir David, maar jong. Toe sy emotioneel gewond was, kon sy net nie oor die seer van haar verlede kom nie. Toe David die verbondsak teruggeneem het na Jerusalem, was dit toch een heuglike dag. Een wonderlike dag in die geschiedenis van Israël. Hier is een verenigde nasie met een wonderlike koning in die teenwoordigheid van God in die vorm van die verbondsak. Dink jou dit. David is nou oorsteld met blijdschap. En wat doen hij? Hij dans in die straten. Maar Mikal het verneder gevoel door David. David wat voor die ark uitgedans het. Sy dink nie aan hoe groot die dag is. Wat een wonderlijke dag is het voor Israël, die nasie. Dit gaan net oor haar emosie. En vol van blijdschap het David sommer aan die hele volk, die ganse menigte van Israël, man en vrou en kind en elkeen, een lekker ringbrood. En een bietjie dadel, sê die Bijbel, en sommer een handvol roesinkies laat hy deel. Maar Mika, sy was emotioneel. En David sê vir haar, dat sy steeds emotioneel is oor die verlede, omdat God haar pa as koning verwyder het, en hom in sy plek aangestel het. Die nasie was saam met hom bly. Hulle het hom geëer vir wat hy gedoen het. Hulle was emotioneel verheug. Emotionele blydskap. En David se oorwinning en het saam met hom gejuig. Nou kry ons 'n derde verhouding. David se seun Absalom, wat teen hom gerebelleer het, se verhouding was irrationeel. Absalom trek teen sy pa op met 'n weermag soveel so dat David moes vlug voor sy eie seun uit. Kan jy jou indink? Kan jy jou indink hoe dit voel wanneer jou eie seun jou verdryf en jy weet dat as jou seun jou vind, hy jou sal doodmaak? Dit is hoe erg dit is as familielede teenoor mekaar optrek. Hoe irrationeel is dit nie? Daar is tye wat mense kwaad gaan raak vir jou. Geen rede sal wil insien nie. Hulle irrationeel gaan optree. Maak nie saak hoe ook al jy die saak in perspektief sal wil plaas nie. Hulle irrationele denke sal elke verduideliking en elke verskoning oorskaan nie. En ek wil vandag vir jou sê, onthou jy is nie verantwoordelik vir ander sy irrationele optrede nie. Ek hoop dat hierdie stukkie vir jou iets beteken het. Ons praat weer een volgende keer, maar indien jy intussen hierdie boek wil aanskaf, dit gaan oor as emoties kom praat, dit wat ek met jou deel op video kom uit die boek uit, is jy welkom om dit aan te skaf, www.lenetbeer.co.za is beskikbaar in die e-formaat en ook in die boekvorm. Daar is net so 'n bietjie wagtyd op die boekvorm. Ek sien jou in die volgende video.